Welkom bij het Europa-verkiezingsdebat hier in de Haagse Hogeschool. Het Europa-verkiezingsdebat georganiseerd door Instituut Klingendaal, de Europese Beweging Nederland, het Montesquieu Instituut en de Haagse Hogeschool. Het wordt een hele belangrijke avond, denk ik, want we praten vanavond over Europa. Welke kant gaan we nou op met de EU? Waar moet het naartoe? Maar we zijn ook wel even benieuwd, voordat ik de politici aan u ga voorstellen, hoe u nou eigenlijk aankijkt tegen het Europese thema. Wie van u verwacht dat we over 10 jaar nog met de euro betalen? Als u dat vindt, mag u gaan staan hoor, dat mag best. Jawel, even beweging, heel goed. Ja, komt u maar. Ja, heel goed. Nou, kijk eens. En wie van u, van de mensen die staat, denkt dat je dan ook in Griekenland nog met diezelfde euro betaalt? Blijft u staan of gaat u zitten als u denkt van niet? Ah, nee, we maken het u lastig. Nou, dan hebben we een beetje een beeld, politici. Dan weet u een beetje wat voor vlees we in de kuip hebben. Dank u wel. Gaat u weer zitten. Ja. Ik stel heel graag de politici aan u voor. Ik ga dat 1 voor 1 doen. De eerste politicus die ik heel graag aan u voorstel komt van de SP, Harry van Bommel. Dan moet ik u toch vragen of we dan, als we de 3% niet gaan halen, de boete gaan betalen. Want dat is de afspraak die gemaakt is. De afspraak is 3% begrotingstekort maximaal. Ja. Er zijn op dit moment, naar mijn kennis, iets van 13 of 14 van de eurolanden die 3% niet halen. Mm-hmm. Er is nog niet 1 boete uitgedeeld. Dus wat dat betreft... Dat als we de 3% niet halen, dat we de boete ook niet krijgen? Nou, er is inderdaad onderhandelingsruimte om te praten over tekorten met Brussel. Ja, en klapt u direct door voor Klaas Dijkhoff van de VVD. En gaan er dan nog meer bevoegdheden naar Brussel toe de komende jaren? Lijkt me niet. Ik zie ook niet als we die nodig hebben om Zuid-Europese landen nog een beetje erbij te houden. Ja, dat is een hele grote als. Want ik zie namelijk niet dat een probleem wat we moeilijk kunnen oplossen, wat je in decennia gekweekt hebt, dat je het in 1 keer kunt oplossen. En ook niet met de illusie dat een Europese regering die in Brussel zou huizen, dat die dat wel zou kunnen. Ja. Dames en heren, namens de PVV, Louis Bontes. In de berekening van het CPB, die vandaag naar buiten zijn gekomen, staat dat de PVV goed scoort op de korte termijn. Het belangrijkste punt uit het programma, daarentegen, de Europese Unie, waar jullie graag de campagne op voeren, is niet doorberekend. Waarom niet? Dat weet ik niet. Dat moet u aan het Centraal Planbureau vragen. We hebben het wel opgegeven, zover als ik weet. Ja, namens D66 Gerard Schouw. Binnen welke termijn gaan jullie al die plannen die jullie graag willen in Europa realiseren? Nou, hoe realistisch is dat eigenlijk? Dat hangt ook natuurlijk een beetje af van andere politieke partijen. Maar voor D66 is heel belangrijk dat we naar een democratische unie gaan. Mm-hmm. Je had het net over een politieke unie, maar het is ontzettend belangrijk om een stap te zetten naar meer democratie in Europa. Europese lijsten. Ja, en klapt u dan door voor Arjan L. Vasset van GroenLinks. GroenLinks pleit voor een Europees leger. En ik vroeg mij af in de voorbereiding op dit debat, is dat niet wat botsend met uw pacifistische achtergrond als partij? Nee, zeker niet. Want legers heb je nodig voor burgerbescherming. En volgens mij is dat hartstikke pacifistisch, want je wil burgers zoveel mogelijk kunnen beschermen. Ja. Ja, en tot slot Raymond Knops van het CDA. Mensen die zich landen, in dit geval die daar niet aan houden, moet je ook kunnen aanspreken. En dan moet je kunnen zeggen, als u niet voldoet, daarom bleef ik net ook zitten. Wie gelooft nog dat er over 10 jaar een euro in Griekenland is? Oh, u bleef zitten? Dat heeft u. Ja, dan zeggen we deze. Ik ging zitten. Maar ik heb dus heel weinig vertrouwen hoe de Grieken het de afgelopen jaren gedaan hebben. Dus u wil dit voltooien, maar u heeft zelf geen vertrouwen in dat dat gaat lukken? Nee, het systeem moet wel intact blijven. Alleen het zou kunnen betekenen dat niet alle landen, dus de landen die niet aan die criteria voldoen, dat die er niet meer bij kunnen. Een probleem wat je zo lang hebt laten ontstaan, ga je ook niet in een korte termijn oplossen. Nee. Laten we daar in ieder geval met z'n allemaal duidelijk over zijn. Mijn vraag ging over het gevolg van de inflatie. En dat wordt geschetst door de VVD. En dan is mijn vraag nu, bent u daar niet bang voor? Want datzelfde pensioen, dat beetje spaargeld wat ook uw kiezers hebben opgebouwd, wordt opgegeten door inflatie. Ik denk niet dat dat zo'n vlucht zal nemen. En eerlijk gezegd ben ik daar blij mee. Als er ooit een kabinet Roemer Samson heel lang zit, hoop ik ook dat wij een boze brief van Brussel krijgen dat het zo niet kan. Zeg het maar. Nou, ik heb eigenlijk een vraag aan Klaas Dijkhoff van de VVD. Want de VVD is erg van de begrotingsdiscipline. Maximaal 3% voor de Grieken. Maar ook voor Nederland. Maar nou zag ik vandaag die CPB-doorberekeningen en het VVD-verkiezingsprogramma. En ik zag een oplopende staatsschuld in 2015 bij de VVD. Dus met andere woorden, ze legt een norm op aan andere Europese landen. Maar in haar eigen verkiezingsprogramma houdt ze zich daar niet aan. U schrok er ook echt een beetje van als ik zo naar hem kijk. Nou ja, je
Je neemt aan een politieke partij, levert een premier, die proberen toch betrouwbaar, eerlijk, consistent te zijn. Lukt niet altijd misschien, maar meneer Dijkhoff. Ik snap de heer Schouw wel. Als je eerst dan moet lezen dat we voor de meeste banen zorgen, ook nog voor de meeste economische groei en nauwelijks aan de koopkracht komen, dan ga je natuurlijk ergens iets zoeken. Nee. De afspraak is 2013 3%, 2014 2,5%, 2015 2%. En wat de VVD doet, is in 2015 boven de 3%. Volgens mij is dat niet de Europese afspraak. Dus mijn vraag is gewoon heel simpel aan de VVD. Waarom leg je wel een afspraak op aan anderen, maar hou je je daar zelf niet aan? Hoor en wederhoor. Volgens mij is er geen sprake van dat wij dat zouden uitvoeren waarbij dat niet zo is. Als je een CPB-doorrekening hebt, dan... Ik heb dat cijfer even niet gezien, maar dan maken we een andere maatregel waardoor we het wel halen. Want die regel moet je halen. Maar dat zal iedereen doen. Maar u zegt... Die 3% die de maximale uitzondering is de maximale uitzondering, ook voor ons. Dat klinkt blijft voor als wij 76 zetels halen, en ik hoop het nog steeds, dan gaan wij informatie aan met onszelf om dit ook op te lossen. Maar het gebeurt allemaal wel en via een salamitactiek krijg je stukje voor stukje krijg je de worst door je stot geduwd totdat je er bent. Maar dat moet de kosten wat kost voorkomen. Ja, en van de Europese Unie mogen de Fransen ook al geen foie gras meer door de strot. Maar als het aan de heer Schouw ligt en aan D66 ligt, dan gaat Nederland losbruisend op in de EU. Dan is Nederland niet meer. Het wordt bruisend lossen we op en dan vinden ze helemaal geen probleem. Ja. Het interesseert ze geen zin. Bent u het eens met die kwalificatie, meneer Schouw? Nou, niet helemaal. Oké. Dat is... En dat is een understatement. Dit is nu de partij van Mierlo, met alle respect voor Mierlo, maar die zou zich omdraaien in zijn graf als hij hoorde hoe dit soort politici van D66... Hoezo dan? Hij was een zwaar voorstander van referenda. Hier wordt het verkapt. Als van Mierlo en zijn graf wordt aangehaald, dan moet ik natuurlijk daar met alle respect, hè? Met alle respect. Ja, nee, maar daar ga ik zonder meer van uit. De Bontus die heeft een heel helder standpunt. Die zegt, wij moeten als land uit de Unie stappen. Tegelijkertijd heeft de heer Bontus een hele lijst van eisen aan de Unie, wat ze allemaal beter moeten doen enzovoort. Maar als u geen lid wil zijn, waar bemoeit u zich nog mee? Als u niet in de UEFA wil zitten, moet u ook niet zeuren over de voetbalregels die de UEFA voorstelt. Dat is een goed voorbeeld van een democratische organisatie overigens, de UEFA. Want ik zei net dat ik de opmerking van de heer Schouw over die 3% niet gezien had. En dat is terecht, want die is er niet. Ik heb het nagezocht. We hebben één jaar zitten op 3%, net zoals deze 60. Dus ik houd er even bij dat de heer Schouw zijn leesbril niet op had. Ik kan me niet voorstellen dat hij expres desinformatie verkondigt. Is het te wijten aan de regeringspartijen of aan alle partijen? Ik denk dat alle partijen daar debet aan zijn. Als je nu in Griekenland aankomt en je begint over het klimaat, dan denk ik dat geen Griek daarin geïnteresseerd is. Want die hebben hele andere problemen. Nou, ik denk dat daar veel zon is. Dus het lijkt mij een hele goede oplossing. En onze doorrekening laat zien dat groene oplossingen heel erg goed zijn voor de economische Markt. Kan ik dan ook op Italiaanse fotomodellen stemmen? Dat het idee, dat die lijsten... Ja. Het was mij genoegen te leiden. Dank. Sorry dat half uurtje uitgelopen. Geniet van de borrel. Tot ziens.